Ben is er weer zover hoor. Ben heeft weer raak. Wat heb je, Ben? Volgens mij is dat zilver. Dat moet wel een oudje zijn, toch? Ja, zo dan. Oh. Een beetje een eng hoofdje is het wel hoor, ja. Hè? Toch wel. Mag ik beginnen dit keer? Het is twee weken geleden denk ik. Twee weken geleden, twee ja. Twee weken geleden voor het laatst. Ja. We zijn twee weekenden niet geweest. Uh-huh. Vanwege de sneeuw en de vorst. En kijk wat voor prachtig weer we nu in één keer hebben. Hè? Ja. Ja. Dat is toch ongelooflijk gewoon. Vorige week stond ik nog op de schaatsen. Ja, ja. En nou is het gewoon weer lekker. Je kan zelfs zonder jas zoeken. Ja. Is dat even lekker? Echt op verheugd ja. Deze dag. Hè? Des te leuker is het. Absoluut. En misschien hebben we nog een gelukje, want we hebben hier al gezocht eigenlijk. En jij had nog een klein stukje te gaan. Ik had nog een klein stukje te gaan, ja. Maar ik heb gehoord dat door het vriezen, dat de vondsten een beetje hoger kunnen komen te liggen. Dus kijk. We kunnen weer nieuwe dingen tegenkomen ook. Kijk. Dus ik ben reuze benieuwd. Nou ja, dit is een vruchtbaar landje qua vondsten, dus ik verwacht er nog wel wat van. Ja. Plus dat we nu, ik ga dan nog even een stukje breed lopen. Ja. En jij gaat dan in de lengte lopen, hè? Dus ja, klopt, ja. Ja. Je weet nooit wat je gemist hebt natuurlijk. Ja, want hoe Ben en ik te werk gaan is eigenlijk, wij delen het land door de helft. En dan hebben we allebei onze eigen helft en dan maken we banen naar elkaar toe. Zo gaan we heen en weer. Maar we gaan nu, gaan we straks lopen. Dus dan gaan we haaks op de looprichting die we eerst deden. En dan hebben we hem echt maximaal benut. Ja. En hebben we de meeste leuke vondsten eruit. Ja, er gaat nog wel wat uitkomen. Dus ik zeg, laten we snel gaan beginnen. We zien jullie bij de eerste vondst. Yes! Yes! Box! Hulp! Oké, deze gaan we samen opgraven. Want ik heb hier een mooi signaal. Hij komt strak binnen. Van beide kanten, ook als ik er haaks op ga staan. Dus we gaan samen kijken. Yes! Wat gaat hier uitkomen? Even kijken. Zit ik er nou een klein stukje naast? Oh, een klipje. Het is een clipje van een veevoer, denk ik. Ja, helaas. Maak je blij met een dode mus? Ja. Wat hebben we hier? We zien wel versiering. Het is een... Ja, wat is het? Noem het maar. Wat is het? Wij zijn ook even sprakeloos. Ik zou het niet weten. Het is wel iets geweest. En het is oud, zo te zien. Koper. Mooie versiering. Er zit hier wel een oogje aan, volgens mij. Er zit een oogje aan. Dit. Uh-huh. Volgens mij is het een oogje. Zal het geen ketting zijn? Nou, misschien. Ik weet het niet. De letter C. De letter C. Ja. Ja, nou ja, even thuis schoonmaken. Wie weet zit er wel iemand weer thuis te kijken die het weet. In ieder geval een leuke vondst. Ja. En... Heb je een muntje? Ik kom even naar je toe. Zelf heb ik een muurhaakje gevonden. En Ben heeft een muntje. We gaan ook even bij Ben kijken. We lopen er eventjes heen. Ah ja, Willemcent. Een halve Willemcent. Een halve. Maar van welke Willem? 1, 2 of 3? Dat weet ik niet. Dat weet hij niet. Ik zie in ieder geval een 7 staan. Volgens mij 77. Dus het zal 1877 zijn. Ja, 3 dus. Even kijken, die staat er niet van. Ik denk... Ja, ik zie in ieder geval een 7 staan. Dus het is iets in de 1870. Ja, dan is het... Tussen 1870 en... Oké, nou leuk. Ja.
Leuk toch? Ja. Hoppa. Toch weer een munt. Ik heb mijn hoofd gevonden. Jouw hoofd? Ik was hem kwijt. Die ga ik even schoonmaken thuis. Of zullen we even naar de sloot lopen? Ik ben nou eigenlijk wel benieuwd. De sloot is nog bevroren. Ja? Ja, we gaan even kijken. Laten we even bij de sloot kijken, want dat is een grappig iets, joh. Een hoofdje. Lijkt wel een duivel of zo, joh. Wat gebeurt er? Het lijkt wel een duivel. Duivel. Maar één duivel, hè, dat ben ik. Nou ja. Deze uit, want anders hangt het er wel voor. Een hoofd? Apart, joh. Wordt hij al mooier zichtbaar? Hé, wat is dat, joh? Heel bijzonder. Ja. Mega grote oren ook, lijkt het wel. Hè? Ja. Even kijken, hoor. Een beetje. Wat heb jij nou weer gevonden, Ben? Wat is dit dan? Ik weet het echt niet. Gaan we even kijken of er nog wat meer ligt. Maar... Kijk dan, joh. Wat geinig. Dit is bijzonder, hoor. Ja. Zie jij of er nog meer signalen in het gat liggen? Ja. Wat grappig, joh, Ben. Een hoofd? Nee. Hè? Ergens opgezeten. Ja. Geinig. Ja. Ja. Super. Nou, als je nog wat hebt, dan hoor ik het wel. Ja, ik ga even kijken wat er dan in de zin ligt, zijn lijf er nog. Ja, dat zou kunnen. Zo rond. Ja. Maar even kijken. Hou ons op de hoogte. Ja. Ben, we moeten weer even bij Ben kijken. Want we hebben een speelgoedkopje gevonden. Kijk, en het oortje zit er nog aan. Superleuk. Heb jij nog thee bij je? Thee? Nee, dan moet ik eventjes kijken of ik wat kan zetten van het slootwater. Ja, gaaf, maat. Ja, niet helemaal compleet, maar hij is mooi. Want... nog meer. Ja. Nog meer? Het zal... Kijk eens, joh. Wat leuk. Ja, leuk, Ben. Heel erg leuk. Oh, en een schroef. Een schroef. Ja, hou jij die schroef, dan neem ik deze mee. Ja, ja, deze is leuk, Ben. Top. Leuke vondst. Ja, mooi, hè? Ja. Gefeliciteerd. Dankjewel. Even kijken. Van jou. Top, man. Ik denk het wel, hoor. Ik denk het wel, ja. Een zilver, denk ik. Ik... Ja. Schoonmaken en dan... Die gaan we thuis schoonmaken. Het is geen 10 cent hoor. Hij is kleiner toch? Ja, dat lijkt er wel op. Ja. Volgens mij is het een 5 cent. Ik zie dat er ook 5 cent is. Ja, ja, zeker wel. Ik heb toen met Wesley een van hun hem gevonden. Ziet hier wel wat. Ja? Hij moet je schoonmaken. Ik heb mij erop verkeken. Het is toch een 10 cent Koning Willem III. Ja. Ja, dat is een muntgewicht. Ja. En er staat een ster in het midden, zie je dat? Ster? Zie je dat? Ja, een Davidster. Nee. Nou, volgens mij wel. Oh nee. Het lijkt meer zo'n... Van de duivel. Van de duivel. Anarchistische... Wat is het? Ja. Ja, zoiets, ja. Wat is het, joh? Ja, dat is wel een muntgewicht in ieder geval, hè? Het is geen duivel, het is een... Thijs mag even schoonmaken. Pentagram. Pentagram. Zo heet dat, toch? Heet dat een pentagram? Oké. Okay. Nou wil ik niet voor lul staan, natuurlijk. Nee, dat zei... En als het niet zo is, dan klik je het er maar uit, want... Precies. We gaan eens even kijken, een pentagramster. Een leuk muntgewichtje. Deze staat erop. Ja. En vooral deze. Ja. Daar lijkt het meest. Klopt, ja. Inderdaad. Maar ja, die gaan we even schoonmaken thuis. Ja. Leuk. Weer een topvondst. Ja. En we hebben weer een munt. Een Willemscent. Kijk. Hij is nog best mooi. Je ziet nog details. Dus dat is een leuke. We gaan eventjes voor de exacte datum kijken. Dan zet ik hem later in beeld. Ja, mooi. Leuk.
Wow! Dat moet wel een oudje zijn, toch? Ja. Zo dan! Oh! Kijk, hè. Mega! Die had ik nog niet in de collectie. Zo dan, Ben. Jij gaat lekker, zeg. Wow! Ja, daar ben ik blij mee. Kijk eens. Ja, als je deze even schoonmaakt. Ja, die ga ik zeker schoonmaken, ja. Voorzichtig ook, hoor, want... Ja. Wat een mooi sleuteltje, joh. Ja, hè? Zo dan. Ja, deze is nog heel gelukkig. Ja. Kijk. Leuk. Die is oud, hè? Ja. Een ouwertje, ja. Ja. Dat zie je wel aan de... Ja. Hoe oud weten we niet precies. Maar, ja. Het kan ook begin 19e eeuw. Misschien heb ik wel een beetje dezelfde datum als die rijgenaald. In ieder geval misschien 1800 ouder. Zijn 19, nou ja, begin 1900. Ja, 1800 of ouder, denk ik zelfs. Ja, want we komen hier toch voornamelijk dingen uit 1800 tegen. Ja, ik denk dat het zelfs nog wel ouder kan zijn. Ja, dit is tof. Die had ik in een collectie. Die wil ik ooit nog een keer vinden. Dus die kan ik ook afschrijven voor mijn bucketlist. Ja, die gaat de vitrinekast in. Die gaat zeker de 100%. In. Sowieso. Ja. Ja, die is mooi. Berg hem maar goed. Berg hem maar goed op. Top! Toppie. Goed, Ben heeft weer een mooi zegellood. Ben, laat het maar even zien, jongen. Even kijken. Die is mooi. Ja, zeker weten. Dat is mooi. En de andere kant? Draai hem om. S. S Bos. En er staat nog wel een letter in de naam, hè? Uh-huh. Bossa. Ja. En weet je, kijk. Ik had nog een bijvondst. Een mooi stukje aardewerk. Die is mooi. Hoe oud zal dit zijn? Het zou ook oud kunnen zijn, hè? Die neem ik mee, want ik vind het wel leuk altijd. Mm-hmm. Zo hoor je hem te houden. Ja, moet je eens kijken, hé. Leidse sleutels, hoor. Deze heb ik nog nooit eerder gezien. Nee. Wat een mooie, heel. En de andere kant is gewoon vlak. Volgens mij. Ja, hè, eigenlijk zat... Ja. Ja, ongelooflijk, heel. Een leuk lood, joh. Mooi, hè? Ja, heel mooi. Ja. Super gaaf. Kikken. Ja, hij is nou mooi geworden, Ben. Ja, ik ga hem nog even wat beter. Hij is nou opgedroogd. Een tandenstokertje. Een satéprikkertje. Wat apart, joh. Ja. Een beetje een eng hoofdje is het wel, hoor. Ja. Hè? Toch wel. Grote oren. Ik heb nog nooit iemand met zulke grote oren gezien. Nee. Of is het een van je voorvaderen? Nou, heb ik zulke grote oren, dan heb ik ze niet meegekregen in ieder geval. Nee. Nee, daar heb ik geluk mee. Ja, mooi. Ben is er weer zover, hoor. Ben heeft weer geraakt. Wat heb je, Ben? Volgens mij is dat zilver. Even kijken, wacht even, want ik heb hier ook een vondst en die moet ik even niet kwijtraken. Die filmen we zo meteen even. Het is geen Willem. Het is geen Willem. Maar het is wel zilver, denk ik. Ja, 100%. Het is een... ik denk dat ik deze net ook heb gevonden of het is weer een ander. Oh ja. Zilveren dan. Ja, ik had net ook wat. Een zilveren? Ja. Alleen hij was helaas niet heel meer. Maar die van mij niet helemaal, maar die, hoe oud is die? Ja, deze heeft pijlenbundel in zijn handen. Steleel met... Lekker hoor. En Ik stond nog even goed om haaks te lopen. Ja. Ja, even schoonmaken maar. Gelria, of niet? Ja, dat lijkt er wel. Maar het is een zilver, hè? Ja. Oh, wat een vondst vandaag. Het is gewoon zilver. Ja, mooi man. Oh, lekker hoor. En kijk, mijn vondst die ik in mijn hand had. Maar ja, jij riep en... ik stoor je weer, hè. Hey. Ik had een heel leuk gespje gevonden. Hey. Met het tongetje er nog in, zeg maar. Zie je dat? Ja, ja. Dus dat zijn ook weer leuke dingen. Mooi hoor. Zo kom je van alles tegen. En nou heb je gewoon weer een wat is het, een gelderje aan zilveren. Ja. Ik wist ook niet dat die bestonden, dus weer wat geleerd. Ja. Hier, kijk, hou jij de camera maar even vast. Nou, wacht even hoor. Dan zal ik die van mij even laten zien. Ik zal eventjes dan mijn zilvertje laten zien wat ik net vond. Ja, helaas niet meer heel... Te gek hoor, hij. Nee, dat is jammer. Maar die van mij is ook wat hoekjes vanaf. Maar in ieder geval, hij is niet... Even kijken waar ik hem gestopt heb. Want mijn bakje is alweer aardig gevuld in de tussentijd. Dus weer even wat anders dan een Willem, hè? Ja. Oh ja, hier is die. Ja. Oh ja. Ja, kijk, ik vind het echt... Oh, maar die is ook mooi. Maar ja, helaas niet meer heel. Er is alleen een bovenhoekje af. Ja, nou pakt hij hem. Ja? Wat voor jaar het al?
1699 geloof ik. Zo ongeveer 91. 1691. Ja, maar hij is alleen een bovenhoekje. Ja, ja, ja. Dus het is niet, gelukkig niet de hele helft eraf. Nee. Helft, maar het is gewoon, ja, eigenlijk mooi hoor. Ja. Nou, dat had ik dan weer niet verwacht, zulke munten. Nee, hè? Hé, jij één, ik één. Ja, lekker man. Prachtig. Nou, Dirk. Oké, mensen. We hebben weer heel iets leuks uit de grond gehaald. Ja, ik ben weer zo blij als een kind. Het is ongelooflijk. We gaan de spanning een beetje opbouwen. Het is in ieder geval zilver. En ik heb al zilverstempels gezien. Ja, super gaaf weer. Maar we gaan kijken. Kom. Ongelooflijk, hè? Kom maar. Kom maar, we gaan even kijken. Ja. Een mooi. En hij is helemaal heel. En kijk eens. Hoppakee. Hier 1, 2, 3, 4 stempeltjes. Yes. Ja, mooi hoor. Lekker zeg. Hey. Wat gaan we goed vandaag. Het is ongelooflijk. Hè? Ik, echt dit land joh. Echt. Ik weet het niet, maar. Wat een wereld. Dat teken ik voor om de volgende keer nog zo'n land te hebben. Want dat is niet normaal. Ja, wat een wereldstukken joh. Geweldig. Van alle vintjes. Ja. Zilver. Ja. Oude sleutels. Maar moeten we er wel bij zeggen dat we ook echt wel veel, we graven ook veel rotzooi. Maar. Ja, maar weet je, dit is echt veel rotzooi, maar het geeft ook veel. Dus. Ja, echt weer. Oh, ik ben zo gelukkig. Echt waar. Ja? Gewoon nog een keer naar breed hoor. Want... Ja, maar kijk ook eventjes mee naar de, film jij de VDI maar eens. Want het is helemaal niet zo hoog volgens mij ook. Ah, toch wel. 16. Ja. Ja. Mooi, Dirk. Ja, ja. Vind ik je flapstaart, echt. Ja, lekker, dus, dankjewel. Nou, Dirk, ik ga ook even verder. Want, ja, is hè? Goed. Yes. Yes. Ja. Ik schijn nou eens even heel graag uit. Want... Is er iets? Hè? Nou, ja. Hey. Mensen, echt waar. Als we dachten dat het niet mooier kon, het wordt gewoon, ja. Het wordt nog mooier. Ik heb hier iets in mijn hand. En ik word hier gewoon zo enthousiast van. Ik begin me gewoon een beetje schuldig te voelen hoeveel leuke dingen die hier uit de grond komen eigenlijk. Ja, dit is toch echt weer prachtig. Kijk eens. Kijk, en het is waarschijnlijk zilver, hè, weer. Wauw. Scherp stellen. Hij wil hem niet echt scherp stellen. Wil die niet scherp stellen? Klein beetje inzoomen misschien of zo. Ken dat? Doet hij het dan? Ja. Ja? Ja. En wat staat erop? Een W van Willem. Kijk al, een mooi gek. Zilver. Ja. Weer gewoon die vierde zilver al gehad. Ja. En allemaal verschillende dingen. Ja, dat is echt. Dit velgje. Oh. Ja. Dus het is toch goed om in de andere richting ook nog een keer te lopen. Het bewijst het maar weer. Ja, dat is echt ook bizar. Kijk, film maar eventjes in het gat ook waar die uit kan. Ja, wat is welke diepte ongeveer? Ja, pinpointer diepte, hè? Ja, een beetje. Ja. Ja. Geef me jou weer. Mooi weer. Yes! Ja, lekker. Echt blij mee. Ja. Wat een dag. Super. Yes. En we hebben weer een heel mooi zegellood. Prachtig komt hij er nog uit. Ja, ik kan daar ook van genieten als het zo nog goed leesbaar is nog. Ik vind dat echt leuk hoor. Het zijn ook mooie dingen. Er zit ook een verhaal achter. Dus even kijken. Soda Chemicaal Fabriek Rotterdam. Ja, moet je eens kijken hoe mooi nog. Ja, dat vind ik ook gewoon leuk hoor. Yes. Weet je wat ik heb gevonden? Ik heb toch nog een fibula gevonden. Kijk. Oh nee. Toch niet. Toch niet. Shit. Ja. Jammer zeg. Dat is jammer. Ah. Oké, maat. Nou, deze dag heeft ons geen windeieren gelegd. Deze dag kan niet meer stuk. We hebben echt leuk gegraven. Echt niet normaal gewoon wat er allemaal uit is gekomen. Fantastisch. Dirk, 4 keer zilver. 4 keer. 4 keer? Zoveel? Lepel. Ja. Drie. Ja. Knoop. Ja. En Zeelandia. Oh ja. Ja joh. Ja, nou, krijg nou wat joh. Ik één keer zilver, Geldnia. Een oude sleutel en ja, zegellood. Ja, die sleutel was echt tof. Ik zeg. Service, vorkje. Ja,
zeg. Ja, die was ook mooi. Ik ben benieuwd naar die sleutel. Hoe die eruit gaat zien als hij schoon is. Ja, we hebben weer enorm genoten. En wij hopen dat jullie ook hebben genoten van het kijken van deze video. Abonneer nog eventjes wanneer je nog geen abonnee bent. Laat een duimpje omhoog achter. En dan zien we jullie snel bij de volgende keer. Tot snel. Hoi. Eet ze, maat. Thanks. Jij ook. Heb je goed geregeld. Ja, toch? Quattro formaggio. Quattro formaggi. Vier soorten taas. Want van al dat graven krijg je honger. Zo, dus ik ga een beetje ook. Bon appetito. Bon appetito.